Mijn naam is Jannes Pijnenburg, ik speel voor het Nederlands rugbyteam. Mijn naam is Richard van den Broek, oud rugby international en coach van het dames sevens team. Mijn naam is Roberto Warmedam en ik speel voor het Nederlands rugbyteam. Ja, het is geweldig om hier op de Olympic Experience een demo te spelen voor al die mensen die hier komen kijken om enthousiast te maken voor de sport. Ik heb één Interland gespeeld, daar speelden we ook in een vol stadion. Ja, vol stadion is altijd kicken om in te spelen. En dat ze nou allemaal naar jouw wedstrijd komen kijken om hoe het echt gespeeld wordt, dat is zelfs voor mensen die het eventueel niet snappen heel erg leuk om te zien. Is het gek om hier die kids enthousiast te krijgen voor de rugby? Rugby heeft heel veel verschillende dingen in zich. Je moet kunnen rennen, je moet goed met de bal overweg kunnen, je moet een beetje stoer zijn. De Olympische Spelen vind ik leuk omdat we heel veel leuke sporten kan doen. Ik kijk zelfs naar de Olympische Spelen van rugby en andere dingen. Ik hoop dat in Brazilië degenen die mee hebben gedaan ook een medaille winnen. Het Sevens rugby begint vandaag voor de mannen, geloof ik. En voor de vrouwen is het ook al bezig, 2 dagen. Dus het is geweldig. Het is heel mooi om dat weer op de Olympische Spelen te zien. Want dat is eigenlijk voorheen nog niet eerder gebeurd in mijn leven.